De leghennen van biologisch pluimveehouder Aart-Jan Vos uit Nijkerk konden vandaag weer naar buiten. Staatssecretaris Martijn van Dam heeft de oppokplicht vanwege de vogelgriep ingetrokken. Het is mooi weer en de dreiging is nu over. En tenminste, daar hoop ik dan van harte. Het is gewoon mooi om die beestjes op zulke manier ook buiten te laten lopen. Ja. Heeft het wat u betreft te lang geduurd? Ja, daar kun je altijd twijfels over hebben. Tot voor kort was de dreiging nog wel reëel aanwezig. Over de laatste week kun je altijd discussie hebben. Dus we moeten een keer een datum prikken. Maar dat zal geen weken geweest zijn, zeg maar. De prijs van de eieren bleef tijdens de ophokperiode gelijk voor Vos. Nou ja, wij hebben biologische leghennen en daar heeft in die zin geen gevolgen gehad. Want een biologische kip binnen is ook nog steeds een biologische kip, omdat je nog aanvullende factoren hebt. In de vorm van huisvesting en biologisch voer. En in de EU-regelgeving is dat zo afgekaart dat daar geen andere prijzen voor gerekend worden of dat die status eraf zou gaan, zeg maar. LTO Noord Gelderse Vallei heeft voor deze gelegenheid speciale spandoeken laten maken die de pluimveehouders kunnen ophangen.